Ja, daar ben ik weer. Ja, er gaat in deze kant van de kamer gaan een aantal dingen gaan er veranderen. En ik heb hier altijd mijn stoffer in blik. Zoals jij vroeger altijd zei, hotblik in blik. En mijn zachte bezem, die heb ik altijd hier staan. Maar dat lukt dus straks niet meer. En toen dacht ik van, ja, wat moet het nou later dan? Want ik vind het wel fijn dat ik het een beetje onder handbereik heb. Omdat ik natuurlijk iedere morgen even met de zachte vegen door het huis heen ga. En dat ik de kachel heb door de kamer heen ga. En dat ik de kachel heb schoon heb gemaakt. Waarom we meteen even opruimen, want dat ziet er dan weer een stukje net eruit. Dan heb ik een plekje bedacht en dat zal ik je even laten zien. Nou, dit is mijn gang. En de camera die staat met de achterkant tegen de deur aan. En dit is de ingang van mijn kamer die naar de gang toe gaat. En vroeger was hier ook een doorgang, want in de oude situatie was waar mijn eettafel staat, dat was een keuken. En kwam je op deze manier de kamer in. Alleen punt is, daar hebben ze kunststof schrootjes tegenaan gezet. En ik heb geen idee, kijk hier gaat het op en neer. Ik heb dus geen idee waar hier versteviging achter zit. Vanuit de kamer voel ik wel dat het een dichte plaat is. Dus ik had het volgende bedacht. Ik denk, als ik hier nou een balkje tussen zet, zodat ik deze gewoon hier gewoon op kan hangen, nou, dan ben je klaar. En toen dacht ik opeens, ja Jos, moet maar eens kijken. Er staat hier van alles op de grond. Er staat een doos met oud papier. Er staan daar nog wat dingen. Er staan lege eierdozen die ik nodig heb om de eieren in te doen. Er staat er nog een bak met chocola. Er staat een bak met bloem. Er staat er nog een brandblusser. Allemaal dingen die allemaal op de grond staan. Dus ik dacht bij mezelf van, niet te vergeten, een bak met appels van de appelboom. En toen dacht ik bij mezelf van, waarom maak ik niet gewoon twee planken? Dus een balk. Plus twee planken, zodat alles van de vloer af kan. Want als het van de vloer af kan, kun je het ook weer veel makkelijker schoonmaken. Nou, ik ga nu even naar mijn werkschuur. Ik ga even naar mijn houtstek. Ik ga even materiaal verzamelen. En dan zie ik je zo meteen weer terug. Nou, dit heb ik even uit de houtstek gepakt. Dit zijn allemaal balken geweest die van pallets waren. En deze plank vond ik ook nog. En die ga ik straks in tweeën, die had ik hier binnen liggen. En de diepte, dus de sponningdiepte die ik nog over heb, is 3,5 centimeter. Dus wat ik ga doen, ik ga hier allemaal balkjes van zagen van 3,5 bij 3,5. En daar ga ik even mee beginnen. Eerste balkje gezaagd en zo ga ik er een aantal van zagen. Dus als ik het klaar heb, laat ik het gewoon even zien. Een aantal van deze balken heb ik nu. Dus je hebt er wel drie nodig. Maar ik wilde wel een hoekse versteviging in maken. Zodat die planken wat iets meer gewicht kunnen gaan dragen. Dus daar ga ik er ook aan halen. En ik had nog wat. Kijk, dit is resthout. Dat is niet helemaal 3,5 bij 3,5. Maar die kweekt, ik weet niet. Ze zijn wel. Kijk, deze kant is wel 3,5, maar deze kant is dan geen 3,5. En misschien dat ik daar een gedeelte van kan gaan gebruiken. Daar moet ik even over nadenken. Deze plank die ga ik in tweeën zagen. Want ja, vind ik op zich wel een mooi paneel ervoor. Hij is breed. Uh, 45. Dus als ik hem op 22,5 doorzaag, dan lukt dat wel.
zit met het volgende. Ik heb natuurlijk die plank, die komt hier, komt die voor. Maar ik heb hier nog een, wacht even, kijk, die komt hier dus voor. En ik heb hier nog een deur en die moet open kunnen. En dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik een stuk van deze plank gaan afzagen, die daar wegvalt. En dat is op zich wel jammer. Maar ik kan natuurlijk ook zorgen dat die hier mooi omheen past. Want dit is een hele rare hoek. Want dan is die kort genoeg. En dan zag ik ook nog een schuin stuk hier aan, dat die deur gewoon open kan. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik ben creatief geweest met papier. En ik heb dus een soort mal gemaakt hoe dit gedeelte eruit ziet. En dat ga ik nu overzetten op die plank. En dan ga ik dat met de decoupeerzaag ga ik dat even uitzagen. Nou, het kozijn heeft een breedte van 75 centimeter. Dus ik ga nu even drie van deze balkjes ga ik afkorten op 75 centimeter. Dan ga ik even kijken welke ik daar het mooiste van vind. Dat is 1. Dat is 2. Ik heb net even een hapje gegeten. Terwijl ik aan het eten was, kreeg ik ineens een ingevingtje. En dat is 3. Ik zal je zo laten zien wat ik daar straks mee bedoel. Nou, die zijkanten zijn niet helemaal mooi. Dus wat ik eerst even ga doen, ik ga eerst al die kanten even recht zagen. Op de afkortzaag, dat ze helemaal ze mooi glad zijn. Voordat ik verder ga, schuur ik ze nog even, kijk, want op zich heb ik twee mooie kanten. Dit is een mooie kant en dat is een mooie kant. En die komen in het zicht. Maar ik wil dit allemaal nog even gedaan hebben, dat het allemaal een beetje gladder is. En voor het oog wil ik ook dat de achterkant allemaal een beetje gladder, een beetje mooier uitziet. En dat de kopse kanten allemaal een beetje mooier worden. Dus ik pak nog even de schuurmachine en dan ga ik het allemaal even afschuren. Kun je zien dat je van zo'n oud stukje hout van een pallet dus best wel weer wat leuks hebt kunnen maken. Dus ga ik het allemaal met deze andere ook wel even doen. Nou kijk, en dit doe ik gewoon even met een blokje schuurpapier. Maak ik die scherpe randen even wat minder scherp. En dan worden ze gewoon toch ietsjes. Ietsje mooier van. Met een klein houten bitje had je misschien wel kunnen doen, maar ja, goed, ik vind dit net zo makkelijk. En ook die kopse kanten ga ik allemaal even schuren. Ziet er allemaal net even wat mooier uit. En dat doe ik ook bij allemaal weer. Nou is dus de bedoeling dat we dus deze uitsparing. Kijk. Dit moet er nu uit. Dit moet eruit. En als het goed is, dan valt dat eronder. Dus we gaan dat handig zo'n klein winkelhaakje. Tot aan hier. En ik doe hier hetzelfde. Wacht even zo. Oké, dit moet er dus uit.
dat moet eruit en dat moet eruit. Nou, als dat er dus uit is, dan zou die er in principe gewoon overheen moeten vallen. Dus we gaan het eens even proberen. Nee, we gaan het niet proberen, we gaan het gewoon uitzagen. Met een week op eerst aan. Nou, ik ga hem even passen en dan gaan we even kijken. Nou, het zou natuurlijk ook te mooi te zijn om dat het in één keer goed gaat. En dat is natuurlijk ook niet zo, want als ik hem zo laat, dan krijg ik hem er niet in. Dit zijn twee uitsteeksels op die muur. Dus ik heb ruimte nodig om dat erin te kunnen draaien. Dus ik moet hier nog een stukje uithalen. En dan hoop ik dat dat genoeg is. Dat ik het er dan wel in krijg. Nou, ook hier moet nog een klein randje eraf. Ik ga nu datzelfde ga ik ook even doen met deze plank. En dan gebruik ik de eerste plank gewoon als schabloon. En op dezelfde spreker ga ik hier natuurlijk ook een mooie beetje schuren. Met een plank van 22, de plank is 22,5. Het balkje is 3,5. Dan moet hij dus, dat is 19 centimeter. Ja, dat is 19 centimeter. Maar eigenlijk vind ik het wel mooier om iets korter te houden. Dus dat ik hem op 17 centimeter doe. Dus het balkje wat deze kant op komt, dat wordt 17 centimeter lang. Nou goed, dit moet ik afzagen op 17 centimeter. En daar heb ik er 4 van nodig. Dus dat ga ik eventjes doen. Ja, dat zijn dus deze. Die komen dan hier. En wat ik ga doen, ik ga hier in een hoek van 45 graden ga ik dit stukje eruit zagen. Want dan lijkt hij ook weer wat dunner. Dus dat ga ik nu even doen. Je kijkt er dus zo tegenaan en dan is dit wat minder dik. Maar vanzelfsprekend moet dit natuurlijk ook even weer geschuurd worden. Dus dat ga ik ook even doen. Als ik dat weer geschuurd heb, dan laat ik het je even wissen. Nou, ik heb even afgetekend tot aan waar die balk loopt. Dus dat is tot aan daar. En dat betekent gewoon dat deze, zeg maar, hier moet zitten. Dus dat is daar. En die andere, ja, die doe ik daar, want ik haal hier nog een hoekje uit. En dat doe ik, want die deur die moet natuurlijk open en dicht kunnen. Dus als ik eens even kijk hoeveel centimeter dit is. Ja, dat is 13 centimeter. Dus ik denk dat ik in eerste instantie... Dit ga ik vastlijmen. En dat ga ik vanaf deze kant ga ik dat schroeven. Nu dat ik weet waar die stanetjes moeten staan... Neem ik dat gewoon even over op de tweede. Zodat ik weet waar ik ze vast moet schroeven. Als ik dit zo kijk. Dan mag ik ietsjes doorlopen. Dan mogen die 22 centimeter lang worden. Dus ik heb 4 balkjes nodig van 22. Deze 4 stukjes en die ga ik op mijn schuurschijf even schuren. Dat ze er mooi uitzien. En dan laat ik het je zo even zien. Nou alleen nog even deze zijkanten nog eventjes. Gewoon dat de scherpte eraf is, dat vind ik genoeg. Wat ik nu nog moet doen, is dus bepalen... Hoe lang die stukjes houden, dus hoe lang dit moet zijn. Dus dit is, want ik zag ze op een hoek van 45 graden. Dus ik moet vanaf daar naar daar. Ja, als ik het goed zie is het 21 centimeter. Dus ik moet nou nog 4.
moeten ze nu nog 4 stukjes gaan zagen van 21 centimeter. Nou, dan moeten we natuurlijk een hoek van 45 graden moeten halen. Dus die zag ik gewoon in de verstekbak. Zag ik dat er gewoon uit. Ja, je kunt natuurlijk ook met de afkortzaag doen, maar... Want de stukjes niet zo lang zijn, dat is een veilige grote hand te doen. En dat moet je dus doen bij al die 4 stukjes. Zo, dat is 1. Leg het precies in dat hoekje neer. Ik heb alles gezaagd. Ik heb dus de stokken die tussen de kozijnen gaan. Ik heb 2 sets uiteraard, want ik heb hier 2 van. Voor de stokken die hierop komen te staan. Ik heb 2 sets voor de horizontale. En ik heb 2 sets voor de schoren. Nou, dit is de manier waarop ik het ga vastzetten. Dus wat ik ga doen... Ik ga eerst even zorgen dat ik het voor heb geboord. Zo. Dat doe ik ook bij deze. En omdat ik plankjes heb van 3,5, besluit ik ze om ze met 6 centimeter vast te gaan zetten. Dat lijkt me eigenlijk meer als stevig genoeg. En dan heb ik dit gedeelte heb ik dus klaar. En nu moet ik dus nu moet deze er dus. Deze moet er dus op. Dus gaan we ook even voorboren. Dan moet ik even. Ja, want ik heb die dingen niet helemaal in het centrum geboord. En dat heb ik dus het opzet gedaan. Zo, en dat ga ik nu ook eerst even bij deze doen. En dan ga ik weer verder. Nou, zoals je nu kunt zien, heb ik hier dus een foutje gemaakt. En ik snap ook wel wat ik fout heb gedaan, want deze balk is natuurlijk dunner als deze balk. Dus als ik deze hier mooi op 45 graden leg, dat betekent dat ik hier dus een ruimte heb. Dus ik moet hier... Ongeveer nog zo'n stukje moet ik er nog vanaf halen. En ik denk dat ik dat het makkelijkst op de schuurschijf even kan doen. Dus dat ga ik even doen. Ja, kijk, nu kun je dus zien dat die wel mooi aansluit. En dat betekent dus dat ik nu dat voor al die stukjes even ga doen. Maar ik ga eerst deze even vastzetten.
Nou, dan ga ik die andere nog even schuren. Die zet ik ook nog even vast en dan gaan we weer verder. Nou, wat ik nog even ga doen is al het overtollige lijm even wegvegen. Met een beetje een natte doek. We wachten tot de lijm droog is en dan gaan we weer verder. Nou, de lijm nu allemaal goed droog is en ik gisteren alle overtollen heb weggehaald, ga ik me nu even helemaal insmeren met die speciale was die ik heb gemaakt toen de tijd. Daar poets ik hem mee in. En dan laat ik het ongeveer een uurtje liggen. En dan poets ik het weer helemaal uit. Maar ik zal je laten zien hoe mooi dat hout eigenlijk wordt en hoe mooi dat gaat leven als je dit erop smeert. Dat is echt. Het is een combinatie van tungolie, bijenwas en lijnzaadolie. Het hout gaat er echt heel erg van leven. Tenminste, vind ik wel. Ik weet niet of dat allemaal op de camera allemaal goed opgenomen kan worden, maar ik zal zo meteen als deze helemaal is ingesmeerd, zal ik hem vergelijken met die andere en dan kun je het verschil even zien. Nou, ik heb nu deze helemaal ingesmeerd en dacht ik, alleen die ene kant nog niet, okay. Maar deze in ieder geval helemaal nog niet. En ik weet niet of ik het verschil goed kan laten zien, maar ik zal hem zo neerzetten. En dan deze ernaast, ik weet niet of je het verschil zo kunt zien. Maar goed. Er zit echt een behoorlijk verschil in. Het hout krijgt veel meer kleur. Het gaat veel meer leven. Okay, ik poets deze nog in en de planken nog even in. En dan gaan we verder. Nou, ik heb alles nu in deze was gezet. Planken ook. Ik laat het gewoon even een uurtje liggen. En dan poets ik het even uit. En dan kan ik het gaan opbouwen. Nou, ik ga eerst beginnen met deze balk erin te zetten, want deze wil ik dus van de grond af hebben. Dus dat betekent dat die hoog genoeg moet hangen om hem van de grond af te houden. En dat vind ik dat hij het op die manier wel doet. Nou, ik wil natuurlijk wel dat die balk er een beetje waterpas in staat en dat doet hij nog niet helemaal. Oh. Zo. Ja, nou staat die waterpas, maar als ik er naar kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou ja, ik kijk er heel raar tegenaan. Ik heb namelijk het idee dat die kant lager staat als dat die kant is. Maar dat zegt misschien hoe die vloer er hierin ligt. Dus misschien loopt die vloer wel ietsjes. Ja, dat is allemaal raar. Maar hij ligt in ieder geval, hij ligt echt helemaal waterpas. Ik boor hier nou even een gaatje in, zodat ik hem met een schroef kan vastschroeven in het kozijn. Zo, dat is één kant. Begin ik eerst even recht en dan zet ik hem schuin. Zo. Op deze panelen kun je het heel mooi zien hoe dat geworden is. Want kijk, dit is dus met was. En dit is zonder was. Ik weet niet of je het goed op de video kunt zien, maar ik zie echt een enorm verschil. Nou, die wil ik natuurlijk even waterpas hebben. Oh. Ja. En ook die schroef ik weer vast. Ik haal hier nog even een hoekje vanaf, dat als die deur open gaat, dat die punt niet in die deur gaat voor het geval dat.
Dus hier zaag ik nog even een hoek af. En daar ook. Dan zet ik ze vast. Ik dacht van, weet je wat? Ik ga even die dingen op de muur hangen en dan, dat is natuurlijk zo gebeurd, dacht ik bij mezelf. En dan is het projectje alweer klaar. Maar zo zie je maar, word je even, in mijn wereld, het bestaat gewoon niet. Want in mijn situatie, bij mij, het loopt altijd weer anders als dat ik in instantie gepland had. Is dat een probleem? Nee, dat niet. Alleen als je denkt van, ik doe het eventjes snel tussendoor, dan kun je dus gewoon vergeten. Nou, de hoeken heb ik eraf gezaagd. Nou wil ik ze alleen nog even vastschroeven. Maar nu gaan we de bezem nog even ophangen. Dus ik zat te denken om dat hier te doen. Dus ik teken het gewoon even aan. Daar. En dat boor ik even voor. Zet ik er even een schroef in, een lange schroef in. En dan kijk ik even. Nou, dat is prima zo. Nou, dan hangt die bezem hangt ook. Die bak kan wel daar. Dit is de doos waar het oud papier in kan. Die hebben ze vanmorgen net leeg gehaald. En dat is mijn stoffer en blik. Dan heb ik het toch allemaal een plekje kunnen geven, zodat het niet meer op de grond hoeft te staan. Waardoor het ook makkelijker is om het weer schoon te maken. En want nu gooi je er gewoon een stofzuiger onderdoor en dan heb je gewoon een lege vloer. Nou, ik heb het allemaal weer met restjes hout gedaan. En zoals je hebt gezien, het meeste komt van de onderkanten van pellets. Dat zijn die balken die eronder zaten. En het paneeltje vond ik nog in mijn houtstek, dus daar was ik ook wel blij mee. Nou, het is toch iets anders gelopen dan ik verwacht had. Maar ja, dat heb je in de gaten gehad. Heb je nog vragen of opmerkingen, kan het natuurlijk altijd hieronder. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.